Hallo tante Siska en oma Jan, hoe gaat het met jullie? Het is nou verdomelijk ongeveer 2:15. En dan willen ze nog weg hebben, dat ik nog enkele woorden tegen jullie zeg. Ik weet niet meer veel te zeggen, want ik geloof dat ik ongeveer nummer 11 of nummer 13 ben. Ik lig in ieder geval ver achteraan. Ik wil jullie in ieder geval nog even het beste wensen. En hopen dat jullie hier daar net zo goed gaat als ons hier op het ogenblik. Tante Siska en Robbie en oma Jan natuurlijk, beterschap. En allemaal daar. Ik hoop dat jullie het ontzettend goed gaat. Dan moet ik nog even tante Siska en oma Jan bedanken voor het cadeautje. Toen het hier dinsdag, dat was de avond, dat, de 19e dus, dat het de eigenlijke dag was, de 19e, dat ze 25 jaar getrouwd waren, toen heeft ze, deze straks ook al verteld, het cadeautje laten zien. Nou, en het is hier gewoon een huilpartij geweest. En ik weet zeker, als man die heeft een servies gekregen, en ik weet zeker dat ze dat servies en met alles wat ze erbij gekregen heeft, zou willen missen. Ze nog een paar van die foto's. Het was gewoon weer hopeloos. We hebben er ons eigenlijk toch wel een klein beetje mee vermaakt. Wij hebben verdorie een heel jaar gespaard om een beetje geld bij elkaar te krijgen om een mooi cadeau te kopen. Maar dan komt tante Siska door uit Australië op de proppen met een paar foto's. En dan is heel de familie met alles wat ze in kunnen brengen, dat is gewoon weg. Tante Siska en oma Jan. Oma Jan veel beterschap. Tante Siska natuurlijk hetzelfde met oma Jan. En al de kinderen. Veel sterkte en succes in de toekomst.